Ja, voor mij is Thailandje wel heel gezellig natuurlijk. Ja, op Thailandje is wel veel vernieuwing. Ja, voor mij is het eiland wel iets nostalgisch. Ja. Het eilandje in het noorden van Antwerpen heeft de laatste jaren een grondige opknapbeurt gekregen. Het icoon van deze vernieuwing is het MAS, het Museum aan de Stroom, dat in mei 2011 opengaat. Iedereen die het wil, kan een handje kopen op de buitenmuur en zo het museum omarmen. Aan de voet van het MAS vinden we het Felixpakhuis. In het pakhuis dat een doorgang biedt tussen stad en kaaien word je ondergedompeld in de oude havengeschiedenis. In het Felixarchief kan je snuisteren in 700 jaar Antwerpse geschiedenis. Het grootste archief van de stad vind je op de 6e verdieping. Je kan er in alle rust zoeken naar het ontstaan van je familie en de opbouw van de oude haven. Echte nostalgie vind je in Café Bar du Port. Oude foto's en krantenknipsels versieren er de muren. Zo krijg je een beeld van hoe de haven er vroeger uitzag. Op het terras is het zoals altijd gezelligheid troef. Na een terrasje kan je rustig verder genieten aan de waterkant. Ja, hier op het eilandje vind je nog echt wel de rust. Als je een paar meter de andere kant op loopt, dan sta je alweer in het bruisende leven van Antwerpen. En hier is het een totaal andere wereld. Zo is het eilandje een bruisende wijk in Antwerpen, volop in ontwikkeling. Zeker iets voor A.